Bij het koken moet je vaak de ingrediënten omrekenen van gram naar cups. Bij het koken moet je vaak de ingrediënten omrekenen van gram naar cups. Het manneke speelde vrolijk in de tuin. Het manneke speelde vrolijk in de tuin. Ze borstelde elke ochtend haar stijle blonde haar tot het glanzend was. Ze borstelde elke ochtend haar stijle blonde haar tot het glanzend was. Zo goed en zo kwaad als het gaat, proberen we de problemen op te lossen met de middelen die we hebben. Zo goed en zo kwaad als het gaat. Proberen we de problemen op te lossen met de middelen die we hebben. Hij liet de afdrukken van het profiel van zijn wandelschoen achter op het modderige pad. Hij liet de afdrukken van het profiel van zijn wandelschoen achter op het modderige pad. Na al die feesten heeft hij nu echt een pens van het suipen gekregen. Na al die feesten heeft hij nu echt een pens van het zuipen gekregen. Tijdens het project zag hij zijn collega's aanmodderen zonder duidelijke leiding of plan. Tijdens het project zag hij zijn collega's aanmodderen zonder duidelijke leiding of plan. Toen de kinderen het slechte nieuws hoorden, maakten ze veel misbaar in de klas. Toen de kinderen het slechte nieuws hoorden, maakten ze veel misbaar in de klas. Iedereen was bang voor hem, want hij was de grootste pestenkop van de klas. Iedereen was bang voor hem, want hij was de grootste pestekop van de klas. Hij merkte droogjes op dat de vergadering weer eens uitliep wat iedereen al verwachtte. Hij merkte droogjes op dat de vergadering weer eens uitliep, wat iedereen al verwachtte. Na het slechte nieuws was Sophie helemaal van het padje en kon ze zich nergens meer op concentreren. Na het slechte nieuws was Sophie helemaal van het padje en kon ze zich nergens meer op concentreren. Toen hij het nieuws hoorde. Was hij duidelijk verwonderd. Toen hij het nieuws hoorde, was hij duidelijk verwonderd.